De gemeente Lelystad gaat in gesprek met een bejaagd echtpaar dat niet in aanmerking komt voor een lening om een asbestdak te verwijderen. De gemeente heeft een regeling waarbij mensen geld kunnen lenen. Maar volgens het echtpaar is hen verteld dat ze daarvoor te oud zijn. En zij zijn niet de enigen. Zo'n 10% van de Lelystedelingen die een asbestdak moeten vervangen, komen niet in aanmerking voor de lening. Het is zo dat de gemeente heeft een leningsfaciliteit waar we heel blij mee zijn. Maar dat wordt uitgevoerd voor de stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. En die doen een krediettoets. Dus als je huis onder water staat of je hebt te weinig inkomen, dan krijg je die lening niet. En die groep, daar praten we over. Dat is nu het knelpunt. En die groep, moet de gemeente daar wat voor gaan doen? Nou, wij vinden wel dat daar de gemeente misschien eens goed over na moet gaan denken. Omdat de gemeente tot nu toe steeds verwijst naar het Rijk. En van het Rijk niks komt. Al een jaar niet. Er wordt al een jaar naar het Rijk gewezen, maar er komt niks. En het eerste jaar, heeft werd daarover gezegd, is er ook van het Rijk nog niks te verwachten. Terwijl wij al in 2018 een groot aantal woningen in wijken willen saneren. Dus eigenlijk moet de gemeente vooruitlopend op wat het Rijk gaat doen, die mensen tulpen schieten. Ja, ik ben daar wel voor en ik ben ook blij dat er nu toch vanuit de raad ook signalen zijn dat in ieder geval de gemeente daar eens over zo'n maatwerklening gaat nadenken. De in het leven geroepen regeling is dus niet voldoende. Het bejaarde echtpaar valt dus zeker buiten de boot zoals dat nu nou uitziet. De gemeente gaat nog met ze in gesprek om te kijken of ze toch nog binnen de huidige regeling kunnen vallen. Ja, en anders is het inderdaad een van die schrijnende gevallen die niet mee kunnen doen. En dan is het aan de politiek, aan de gemeenteraad, want die heeft het budgetrecht, om daar wel of geen stappen in te zetten. Of te zeggen, inderdaad, zoals tot nu toe, van ja, het Rijk is aan zet. U gaat wel nog in gesprek met de mensen, bejaardstel. We zullen in ieder geval zorgen dat daar gesprek mee plaatsvindt. Om te kijken of er toch nog iets mogelijk is. Dat heb ik aan uw zoon meegegeven, dus er ligt ook initiatief daar natuurlijk. De raad heeft zich gisteravond nog niet uitgesproken over een ruimere regeling, omdat ze eerst alle informatie op een rij wil hebben. Het onderwerp komt later weer op de agenda.